Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over de nieuwste LEGO Disney Plus special, LEGO Marvel Avengers Code Red. En ja, nadat ze dus heel veel Star Wars specials en een Disney Prinsessen special gedaan hebben, is het wel logisch dat we nu ook een LEGO Marvel special krijgen. En wat leuk is aan animatieprojecten binnen de Marvel wereld, is dat ze zich natuurlijk niet hoeven te houden aan de beperkingen van de MCU, maar gewoon gebruik kunnen maken van alle Marvel personages. Maar toch, voor het basis team in deze special is er wel gekozen voor een vrij vertrouwd team, want het is eigenlijk het team uit de eerste Avengers, alleen is Hawkeye vervangen door Captain America, Captain Falcon. En ja, dat betekent dus dat je wel twee Captain America's in dat team hebt zitten, en dat is wel een beetje lame, maar goed, ik snap waarom ze Captain Falcon er ook bij willen hebben. Maar ja, dat is vooral ook voor de opening scène, want door de special heen worden er nog wel een aantal teamleden toegevoegd. En degene die er nog een wat grotere rol in hebben zijn eigenlijk Red She-Hulk, wat dus ook wel een beetje een obscure keuze is, en Wolverine. Maar wat wel super vet is en wat ze daardoor dus kunnen doen, is dat ze wel een beetje ingaan op de rivaliteit tussen Hulk en Wolverine. En dat is wel iets wat Marvel fans altijd waarderen. En ik kan dus ook niet wachten om een live-action versie daarvan te zien binnen de MCU. En ik weet dan niet of het dan Hugh Jackman's Wolverine wordt of de aankomende nieuwe Wolverine. En volgens mij was er ook nog een team-up met Iron Man en Black Panther. Black Panther was ook nog een van de helden die later aan het team werd toegevoegd. Maar van alle leden in het team is degene die het belangrijkste is voor deze special overduidelijk Black Widow. En er wordt dus ook gebruik gemaakt van wat kennis die je dan moet hebben uit de Black Widow film en de band die ze dus heeft met de Red Guardian, die natuurlijk haar vader is. En de Avengers moeten dus in deze special Red Guardian redden, want die is blijkbaar ontvoerd door de Collector. En vlak daarvoor heeft Black Widow dus een beetje op onofficiële manier Red Guardian ook aangesteld tot een Avenger. Dus vandaar dat heel het Avengers team wordt ingezet om hem te redden. En blijkbaar heeft de Collector dus een Red collectie opgebouwd. Dus hij heeft alle personages die Red in hun naam hebben zitten soort van gekidnapt. Alleen dan brengt Black Widow dus wel een interessant punt bij hem op, omdat hij ook een Avengers collectie wil beginnen. En dan kan hij natuurlijk niet Red Guardian in beide collecties tegelijkertijd hebben zitten. En ja, dat wordt een beetje gebruikt om het eindgevecht op te zetten, waarin dus de band tussen Red Guardian en Black Widow weer een beetje hersteld kan worden. Omdat het een LEGO special is, kijk je natuurlijk niet echt per se voor de dramatische hoek van dit verhaal, maar het voelde wel gewoon aan als een leuk avontuurlijk Marvel verhaaltje. En een belangrijk deel van de meeste Marvel projecten, vooral ook in de MCU natuurlijk, is de humor. En ik denk wel dat deze LEGO special gewoon hele typische humor heeft. En dat is ook wel een van de aspecten die altijd het beste werkt aan die LEGO specials op Disney+. En het is dus ook goed om te zien dat deze LEGO Marvel special daar geen verandering in brengt. En ja, na het zien van deze zit ik dus vooral te wachten op de herintroductie van Wolverine, zodat we gewoon wat meer Hulk versus Wolverine kunnen krijgen. Maar daarbuiten was het ook wel gewoon een leuke special om te kijken. Maar hij is nu dus te streamen op Disney+. Laat me weten wat jij van deze LEGO Marvel special vindt als jij hem ook al gezien hebt. Bedankt voor het kijken naar mijn review en subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.